Deze serie gaat over brandveilig leven. Er wordt veel geschreven en gepraat over brandveilig leven. Maar wat is nu eigenlijk brandveilig leven? Dat gaan we jullie laten zien in deze serie. Tijdens de voorlichting na brand geven we de mensen uitleg over hoe dat de brand heeft kunnen ontstaan. Wat de brandweer gedaan heeft. We leven mee met de betrokkenen. We geven ze advies om brandonveilige situaties in de toekomst te kunnen voorkomen. Dat doen we ook aan de omwonenden en de betrokkenen. De voorlichtingsbijeenkomsten die we tot nu toe hebben gehad, die zijn georganiseerd in samenwerking met het cluster. Daarbij kan ook een gemeente aansluiten of een woningbouwvereniging. Dat ligt er net aan de situatie. Maar vooral is het ook de samenwerking tussen het bureau Expertise en Advies, Brandveilig Leven en het cluster. Dan zien we elkaar bij de voorlichtingsbijeenkomst. De sessies die tot nu toe zijn geweest, heb ik wel als waardevol ervaren. En ook de terugkoppeling die wij kregen van de mensen die daar geweest zijn, is dat ze heel veel informatie hebben gekregen, maar dat ze ook informatie hebben gekregen waar dat ze iets mee kunnen.